Op bladzijde 54 in de cursus bespreken we de gevolgen van de 80-jarige oorlog. Je kent ondertussen het systeem, dus ik geef eigenlijk gewoon de uitleg die ik normaal gezien ook zou geven in de les. En de bedoeling is dat jullie de cursus op bladzijde 54 verder gaan aanvullen. Eerste gevolg is dat er twee afzonderlijke landen ontstaan, hè. Twee afzonderlijke staten, elk met een eigen karakter. Het noorden. De Verenigde Provinciën wordt een onafhankelijke republiek, hè, kan je aanvullen. En ook protestants, hè, die mogen vrij een godsdienst kiezen. Dus de meerderheid was protestants en blijft ook protestants. Daar heeft Spanje dus niks meer te zeggen, hè. Het zuiden noemen we voortaan de zuidelijke of de Spaanse Nederlanden. En die waren katholiek, hè, dus die zijn katholiek. En die behoren ook tot het Spaanse Koninkrijk. Dus Noorden, onafhankelijke republiek en protestants. Het Zuiden, daar schrijft u katholiek bij en Spaans Koninkrijk. Dus op die manier gaat elk die van die 17 provinciën, hè, van die pragmatieke sanctie destijds van Karel de Vijfde, blijft er uiteraard ook niks meer over. Dus die 17 provinciën worden gescheiden, hè. Iedereen gaat, allee, of elk land gaat zijn eigen weg. En ja, die twee landen, hè, het huidige België en Nederland, die vervreemden steeds meer van elkaar, hè. Er zijn heel veel gelijkenissen tussen de Nederlanders en de Belgen, maar er zijn ook heel veel verschillen, hè. En ja, op bepaalde momenten is er zelfs een vijandschap tegen elkaar, hè. Denk maar aan de voetbal, hè. De Rode Duivels winnen het, België wint eigenlijk het liefst van al tegen iedereen. Maar ja, het allerliefst toch tegen de Nederlanders, hè. Dan lijkt het alsof de Derde Wereldoorlog is uitgebroken. Dus er ontstaan op die manier, hè, als gevolg van de 80-jarige oorlog, twee aparte landen, twee aparte staten. Tweede gevolg, hè, zoals daarnet al in het eerste filmpje besproken, is dat er heel veel protestanten naar het noorden trokken. Hè. Wie waren er protestants? Dat waren de hogere klassen. Het waren de lagere klassen, de dommere Belgen, de landbouwers, de arbeiders, die bleven in de Spaanse Nederlanden achter. Dit feit gaat gevolgen hebben, hè, voor beide landen. Nederland beleeft in de 17e eeuw een gouden eeuw. Hè. Amsterdam wordt een wereldhaven. De Nederlanders, dat is akkoord, hè. Nederland gaat in de 17e eeuw een van de belangrijkste landen ter wereld worden, een van de rijkste landen ook ter wereld, maar het heeft heel veel te danken aan die Vlaamse vluchtelingen, hè. Aan die vluchtelingen uit de steden in het zuiden. En dat is niet zomaar een paar honderd man dat daar de grens oversteekt, nee, dat zijn echt met duizenden tegelijkertijd. Hè. Je ziet dat heel mooi. Als je hier de evolutie van de stad Antwerpen bekijkt, hè, dan zie je dat die aan het begin van de 80-jarige oorlog nog 105.000 mensen, hè, woonden er in Antwerpen, was met voorsprong de grootste stad in de Nederlanden. En dan zie je, hè, tijdens die 80-jarige oorlog zijn er al heel veel mensen die vluchten, maar vooral vanaf 1585 en na de val van Antwerpen zijn er meer dan 60.000 mensen die uiteindelijk naar het noorden trokken, hè. Weer opnieuw, wie trok er naar het noorden? Dat waren de slimmerikken. Dat gaat zich wel een beetje herstellen, maar dat duurt heel lang, hè. Zelfs in rond 1700 zit men nog altijd niet op hetzelfde niveau dan aan het begin van de 80-jarige oorlog, hè. Dus heel veel mensen trekken allemaal naar het noorden, naar Utrecht, naar Amsterdam, hè. Sertogenbosch, Breda, andere steden, andere belangrijke grote steden in het noorden. Derde gevolg is, door de val van Antwerpen wordt ook wordt eigenlijk de Schelde ook voor 2 eeuwen gesloten, hè. Want als je de kaart van de Nederlanden erbij haalt, dan zie je natuurlijk, hè, hier ligt Antwerpen, maar dus de Schelde, de monding van de Schelde, die ligt in Nederlands territorium, hè. Dus die ligt in het grondgebied van de Republiek, hè, van de Verenigde Provinciën. Dus wat doen die? Die sluiten gewoon de Schelde af, hè. Geen enkel schip kan dan nog Antwerpen bereiken, hè. Dus Antwerpen verliest daar de rol van wereldhaven en dat verschuift allemaal naar het noorden, hè. Dat verschuift allemaal naar Amsterdam.
Dus de rol van Antwerpen, hè, als wereldhaven is hiermee definitief uitgespeeld. Vierde gevolg is dat onze gebieden in de 17e, 18e, maar ook de 19e eeuw ook wel het slagveld van Europa genoemd worden, hè. Je hebt de meest vreemde landen of de meest vreemde vorsten die hier allemaal een robbertje komen vechten, hè. Denk maar aan Napoleon, hè, die we volgend jaar gaan zien. Een Fransman die uiteindelijk in Waterloo ook verslagen wordt. Waterloo ligt in België, in het huidige België, iets een paar kilometer of 20-tal kilometer onder Brussel. Oké, maar vooral die eerste twee gevolgen, dat is wel belangrijk dat je die onthoudt. En dan, op bladzijde 55 vinden we een schitterende spotprent terug. Het is eigenlijk een soort van syntheseopdracht. Laat ons zeggen, van alle puzzelstukken die we de voorbije weken verzameld hebben van de 80-jarige oorlog, die komen uiteindelijk hier op de juiste plaats terecht. Oké, wat zien we? Wel een spotprent, hè? Dus dat is een prent waar er een bepaalde betekenis in zit, een bepaalde bedoeling, hè? Van de maker, hè? Dus hij wilde ons een bepaalde boodschap meegeven. Het is een gravure, hè? Dus zwart-wit, en we zien in het algemeen dus dat daar een leeuw onder een soort van platwals terechtgekomen is. Die platwals die gebruikt men om olijven bijvoorbeeld te pletten of graan te pletten. Nu, je ziet, die leeuw die ziet er niet echt heel gelukkig uit. Hij wordt vastgebonden met een tong uit de mond. En dan, die platwals die wordt bediend door drie personen. En daar rond staan er ook nog een aantal andere personen op een grotere afstand toe te kijken. Oké. Hoe moet je die nu gaan analyseren? Wel, die leeuw, sommige leerlingen zeggen van ja, dat is eigenlijk de Vlaamse leeuw. Dat klopt wel, hè. Dat komt inderdaad voort uit de Vlaamse vlag, hè, dus de Vlaamse leeuw. Maar staat eigenlijk, je moet het iets ruimer zien, hè, want ook in Brabant, ook in Henegouwen, Utrecht en zo verder komen er eigenlijk leeuwen voor in het wapenschild of in de vlaggen. Dus die leeuw die staat eigenlijk symbool, en dat kan je dus opschrijven daarbij, voor de 17 provinciën, hè, dus de Nederlanden, hè. En ja, die leeuw die ziet er niet gelukkig uit, dus dat verwijst naar het feit dat die 17 provinciën dat die onderdrukt worden. Die zijn niet vrij, de leeuw is ook niet vrij. Kijkt boos, voelt zich eigenlijk beklemd tussen die platwals en het oppervlak. Dus ook de Nederlanden, die worden onderdrukt. Die worden onderdrukt door Spanje, dus tijdens die 80-jarige oorlog. Nu, je hebt drie mensen die platwals gaan bedienen. Niet toevallig drie mensen. We hebben drie landvoogden besproken in het verhaal van de 80-jarige oorlog. Dus die drie mensen, twee mannen en een vrouw, zijn eigenlijk één voor één de landvoogden die over de Nederlanden hebben bestuurd ten tijde van Philips II. Je herkent misschien deze man, hè? Dus die in het harnas, niet toevallig in het harnas. De meest agressieve van allemaal, hè, namelijk hij die verantwoordelijk was voor de executie van de graven Egmond en Hoorn. Hij die voor de bloedraad ook verantwoordelijk was, dus de hertog van Alva. Hè, de nummer 4 is dus de hertog van Alva in de spotprint. Dan heb je een andere mannelijke landvoogd, hè, nummer 6, die hier meer in de achtergrond te zien is. En zijn naam is de laatste landvoogd die we besproken hebben, namelijk Alexander Farnese. Hè. Farnese, die voor een groot stuk verantwoordelijk is voor de herovering van het zuiden van de Nederlanden. En dan heb je nog eentje, namelijk de vrouw die nog overblijft. En in het verhaal is dat Margaretha van Parma. Hè. Dus Margaretha, die we gezien hebben bij het eedverbond der edelen, de halfzus van Philips II. Dus dat is de derde landvoogd die dus die platwals gaat bedienen, die dus de Nederlanden, de 17 provinciën, gaat onderdrukken. Wie kijkt er toe van op een afstand? Wel, deze man herkennen we, nummertje 2, onder de naam of onder de figuur van de Spaanse koning. En zijn naam is uiteraard Philips II. Philips II, waarom
kijkt hij van op een afstand toe hoe de Nederlanden daar worden onderdrukt? Wel, uiteraard verwijst dat naar de realiteit. Hij zit in Spanje, hij zit in het paleis, het Escorial, en het is van op een afstand dat hij gaat toezien hoe de Nederlanden onderdrukt worden. Hij heeft 4 jaar in de Nederlanden gezeten, nadien naar Spanje, en heeft nooit nog een voet gezet in de Nederlanden, die 17 provinciën. Hij hield totaal niet van onze manier van leven, van onze aanpak. Dus het is vandaar dat hij van op een afstand gaat toekijken. Hij staat heel close. Hij staat bijna hand in hand met deze man, nummer 1. En deze man zullen sommigen wel herkennen, vooral omwille van het hoofddeksel, de tiara. Namelijk, dit is de paus. Mijn vraag natuurlijk aan jullie is, ja, hoe komt het dat Philips II en de paus daar bijna hand in hand staan in de spotprint? Hoe komt het dat ze zij aan zij staan? Wel, dat verwijst uiteraard naar het katholicisme van Philips II. Philips II was zeer katholiek, gaat op een heel strenge manier om met de protestanten. Dus vandaar dat hij zeer dicht bij de topman van de katholieke kerk staat. En dat is, of dat was de paus, en dat is nog altijd de paus in die periode. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat er ook nog iets anders te vertellen valt over deze spotprint. Want ook je ziet Farnese en je ziet Alva, dat die de goede kant uitdraaien. Maar dan merk je dat Margaretha van Parma, dat die eigenlijk de boel een beetje aan het saboteren is. Hè? Dat die eigenlijk die platwals gaat tegenhouden. Dat die ervoor gaat zorgen dat die platwals niet verder naar beneden gaat. Hoe komt het dat zij eigenlijk gaat tegendraaien? Wel, dat verwijst naar het verhaal van het Eedverbond der Edelen. Dat ze wel begaan was met de Nederlanden. Ze was in ieder geval de meest softe van de drie landvoogden. Ze vond het heel erg dat wij zo ontevreden waren over het beleid van haar en het beleid van Philips II, haar halfbroer, dat ze begon te wenen. Dus vandaar dat ze min of meer die onderdrukking, die platwals van de 17 provinciën gaat tegenhouden. Voilà. Schitterende spotprint. Voor heel veel historici is dit echt wel een fantastische print waar je dus heel veel over kan vertellen, waar dus heel veel symboliek in zit. Ja, de maker van deze print, het is duidelijk dat dat toch iemand is die aan de kant stond van de Nederlanden, die echt wel begaan was met de Nederlanden, die dus vooral wil benadrukken dat het door Spanje is en door sommige landvoogden dat die Nederlanden enorm hard worden onderdrukt en uitgebuit. De tweede spotprint krijgt u van mij cadeau, daar valt er ook heel veel over te vertellen, maar hoeft u niet te kennen voor het examen of voor de toetsen. Voilà, op die manier zit eigenlijk heel het hoofdstuk, hoofdstuk 8, de scheiding van de Nederlanden erop. Dus we zijn vertrokken vanuit de 17 provinciën. En we hebben gezien hoe er uiteindelijk omwille van verschillende redenen een opstand uitgebroken is. Die opstand gaat uiteindelijk uitmonden in een oorlog en die oorlog gaat aan de basis liggen van de scheiding van de Nederlanden. Het noorden noemen we voortaan de Verenigde Provinciën en het zuiden spreken we voortaan over de zuidelijke of de Spaanse Nederlanden.